In het dorpje Abbekerk staan maar liefst 25 stolpboerderijen met rieten daken. Een prachtig plaatje, maar de eigenaren zien elk jaar weer op tegen de jaarwisseling. Ja, in principe met angst en beven vanwege de vuurpijlen die in het dak kunnen terechtkomen en daardoor op termijn een brand kunnen veroorzaken. Dat duurt altijd even. Dus je loopt eigenlijk de hele tijd rond je huis om te kijken of alles in orde is. Vorig jaar brandde er nog een stolp af in Berkhout in Oudejaarsnacht. Een dramatische gebeurtenis waarvan niet is bewezen dat vuurwerk de oorzaak was. Maar de meeste mensen vermoeden dat het door een vuurpijl is gekomen. Rijn neemt in ieder geval geen risico en blijft thuis met de jaarwisseling. Ga jij dan ook zelf de straat om te controleren of het vuurwerk wordt afgestoken? Ja, en waar het vandaan komt. En meteen kijken of ik gevaar loop of dat een van de andere stolpen hier gevaar lopen. Dus ik hou het goed in de gaten, laat het zo zeggen. Rijn is ondanks het gevaar van vuurpijlen geen voorstander van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Maar hij pleit wel voor vuurwerkvrije zones. Nou, het zou bijvoorbeeld heel prettig zijn als er een regel zou komen dat binnen een straal van zoveel meter bij een oude stolp, wat toch ook een soort cultureel erfgoed in deze omgeving is, dat je daar geen vuurpijlen mag afschieten. Maar voorlopig is het nog niet zover en zullen de Abbekerkers zelf alert moeten zijn. Ik hoop dus eigenlijk dat het regent, ja. En dat mensen nou ook, ze hebben natuurlijk mijn avonturen wel gehoord, dat ze dus ook denken, nee, dat doen we hier niet.